Oh, Nintendo fans. Welkom bij Piet Galaxy. Nee. Het is Mario Galaxy en we gaan naar de Gusty Garden Galaxy. Dit ziet er een beetje uit als een vierkant doolhof of zo. Het eerste level heet Bunnies in the Wind. Oftewel, konijnen in de wind. Jongens, we gaan weer konijntjes zoeken hoor. Daar gaan we. Yo! Hallo konijnos. Met floaty fluff kan je schudden. Of op ei drukken om hoger te vliegen. Maar drie keer. Oké. Dan gaan we zo eens even testeronieën. Hallo konijnos nummer 2. Als je naar beneden wil, moet je op B drukken. Oké, konijnos. Oké, moeten we hier springen? Wat moeten we doen? Hoe werkt dit? Oh, we kunnen hier dan zweven. Oké. En dan kunnen we op ei drukken en dan gaan we weer omhoog. Maar dit kan maar drie keer. En dus dit is nummer 3. Hoppakee. En dan pakken we even dit muntje. Lekker. Oh, dit is wel weer lachen gedaan, zeg. Oh, pas op voor Piet. Piet, rustig aan. Ik zeg toch dat het geen Piet Galaxy is, jongens. Dan moet hij ook gewoon even keihard chillen, natuurlijk. Oké, daar gaan we weer. Yay. Oh, superveel bits. Star bits. Ik denk dat we een klein beetje hoog moeten blijven. Ja, dit moeten we wel redden. Oh, wat? We waren naast Piet. Hoppakee. Oh, wow. Oké. We gaan naar de 1-up. En nu? Wat? Oké, ik was vet gedesoriënteerd, jongens. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik was zo gedesoriënteerd. Ik snapte niet wat daar nou weer allemaal gebeurde. Alright, let's go. Daar gaan we weer. Woehoe. Pak die bits. Ja, lekker. Oké, ik denk dat we al boven die planeet hangen, toch? Ja, we zijn er toch? Ja, woef. Woe. Scheelde niet veel. Ik had in één keer door moeten vliegen, denk ik. Oh, en nu heb ik dus van jullie geleerd dat je hier een bitje op moet gooien. En dan komt hier dus een muntje uit. Weer wat geleerd, dat wist ik ook niet. Want dat heb ik van jullie geleerd in de YouTube comments. Dus blijf vooral commenten en gooi die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Als je dit nou leuke video's vindt, dat zou ik heel tof vinden. En daar help je mij enorm mee met het abonneren. Dus vergeet dat niet te doen, jongens. En dan ga ik gewoon lekker verder met deze prachtige game. En dan gaan we hoppakee. Weer keihard door naar het volgende deel. Woehoe. Ja, moet ik dan deze op die bakken gooien van die Piet? Nee. Hoe gaan we dit doen? Moet ik hem laten happen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik hem moet laten happen. En dan zo. Hoppakee. Juist. Dat was exact de bedoeling. Nice. Dan hebben we hier een 1-up. En nu? Waar gaan we nu naartoe? Hangt er hier onderaan deze planeet nog iets wat ik kan pakken? Jazeker wel. Go. Woehoe. Kijk, nou kan ik dat muntje dus aardig goed gebruiken. Want dan heb ik dus weer een leven erbij. Of een stukje leven erbij, beter gezegd. Hallo, grote paarse Piet. Kom maar. Komt u maar. Nice. En door. We hebben ondertussen toch ook alweer 19 levens. Dus dat is super chill. Ondertussen vliegen we dan ook gelijk hier naartoe. En hier is een nieuwe bunny. Moet ik die pakken? Moet ik met jou praten, konijnos? Denk je dat je me kan pakken? Ja, we moeten deze pakken. Achter de konijnos aan. Waar is die nou naartoe? Konijnos? Kom jij eens even snel hier? Oké, je gaat naar boven. Ja. Ga je hier overheen? Moet ik je gewoon achtervolgen? Is dat wat het is? Ja, ik denk het wel. Want je gaat nu hier naar beneden. Ik ging ook even gierig voor die up pakken gewoon. Ik had hem misschien al kunnen pakken hier, maar oké. Ja, jongens, ook ben ik morgen nog bezig met dat scheidkonijn. Nu dan. Ja, lekker. Hé, wat? Ik had hem toch. Ik had hem. Ja, nu hebben we hem echt. Ik sprong op zijn bakkes. Maar dat maakte niet uit. Hij ging gewoon door, die gek. Anyway, nu hebben we hem gelukkig wel gevonden. Ik heb je, konijnos. Toedeledokie. En mazzel. En ook hier kunnen we een nieuwe galaxy openen. En dat is deze. En dit is de Freeze Flame Galaxy. Dit ziet er spannend uit. Laten we hier gaan kijken wat hier aan de gang is. De bevroren punt van Baron Brrr. De koude baron. Wow, dit ziet er cool uit. Hopen dat we niet te veel uitglijden. Oh, daar is Baron Brrr. Oké, hoe gaan we daar dan komen? Dit is inderdaad een aardig uitglijleveltje zo te zien. Pinkwins zullen het hier wel naar hun zin hebben. Yo, Pinkwin. Moeten we skaten? Moet ik hem pakken? Ik moet jou pakken. Oké, maar als ik dan gewoon de andere kant op skate. Oh, lachen. Oh, dit is leuk. We kunnen gewoon ijs skaten hier op het ijs. Dit vind ik super vet weer, hè. Wat is dit weer leuk gedaan, jongens. We kunnen hem zeker wel pakken. Ik moet hem alleen wel even raken. Want anders dan gaat het niet goed komen. Pak hem, Mario. Kijk.
We hebben de penguin gevangen. Hoppakee. Niet slecht, oude man. Met je skating skills is niks mis. Dankjewel. Dankjewel dat we nu door mogen. Let's go. Woehoe. Daar gaan we weer. Super vet. Ja, dit blijft gewoon vet gedaan. Elke keer weer. En daar zijn we. Oké, we kunnen ook skaten hier. Kunnen we ze dan... Ik ben benieuwd. Zouden we tegen hun aan kunnen skaten gewoon zo? Hoppakee. Ja, kijk, dat kan. Maar alleen als ze ook echt draaien, want anders lukt het blijkbaar niet. Laten we even lezen wat er op dit bordje staat. Het water is koud. Als je erin valt, dan heb je pijn. Oh, zo koud dat het pijn doet. Oké, dat is niet chill. Laten we dan maar niet al te veel in dat water gaan. Hoppakee. Oh, nice. Ijsbloemen. Yo. Ijsbloemen zijn vet. Dus ik denk wel even uitkijken voor deze ijsschotjes. Niet in het water. Kom op. Lekker. Nice. Ja, top. Oké, pak de ijsbloem. Nu zijn we IJsmario. Wow, IJsmario ziet er vet uit. Nu kunnen we dus gewoon echt op het water lopen. Dit is zo vet. Kijk dit dan. Holy moly, wat is dit cool. Wat is dit een leuk spel, hè? Oh, die power-up die werkt maar kort trouwens. Want we zijn nu de power-up kwijt. Ik denk niet dat het uit hoeft te maken. Want we kunnen onszelf gewoon hier naar boven schieten. Ah, kijk, hier is alweer een ijsbloempie. Go, 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 go. Waar moeten we naartoe? Ik denk dat we hier... Ja, we moeten hier naartoe. En dan moeten we even geduld hebben nu. En dan moeten we hier omhoog. Hierop. Hierop. Springen. Top. En bovenop die berg. Kom op. Zijn we al boven? We zijn nog niet boven. Oh, wacht even. Waarschijnlijk hebben we daar wel IJsmario voor nodig. Dan moeten we echt heel snel zijn. Let's go, IJsmario. Kom maar. Hopelijk is de timing oké. Ah, de timing is net niet oké. Maar hopelijk maakt het dan niet zo heel veel uit. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go. 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 Ga sneller. Kom op. Nee. Oké, kom op. Kom op. Nu kunnen we gewoon hier naar boven. En door en door. Yes. Ik denk dat dit trouwens ook moet lukken. Deze sprong moeten we ook kunnen halen. Kijk, dan gaat het allemaal net even wat sneller. En... Ah, kijk, nu kunnen we hier opstaan. En dan kunnen we nu wel hier naar boven. Nice. Kijk, zo moest dit dus. Oh, koning broer wordt boos. Je hoeft niet zo boos te worden op mij, hè. Ik heb hier niks misdaan, vriend. Ik heb hier niks misdaan. Ik ben hier... Ik kom in vrede. Ik kom je... Oh, ik kom je helpen. Ik moet alleen precies aan de andere kant blijkbaar zijn voor mijn ijsbloem. Pak de ijsbloem. Yes. Even schaatsen een stukje. Even walljumpen een stukje. En dan zijn we bij hem. Yo. Meneertje. Oh, wow, 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 wow. Dat ging niet helemaal volgens plan. Ik dacht dat we gewoon hem zouden helpen of zo. Dat hij alleen maar blij was dat hij ons zag. Maar nee, hij is wel echt heel boos. Je hoeft niet zo boos te doen. Hallo. Kunnen we hem nu pakken? Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Ik heb hem geraakt. Ik heb hem geraakt. Doe eens rustig, man. Meneertje. Nee! Meneertje, wil je even ophouden, alstublieft? Wil je even ophouden? Oh my gosh, ik time het ook echt heel belachelijk slecht allemaal. Meneer Donkere IJswolk, hou eens even op. Ik time het weer niet goed, maar maakt niet uit. We hebben hem nu wel geraakt. En we hebben hem nog een keer geraakt. Niet zo boos doen, jongen. Niet zo boos doen. Is echt nergens voor nodig. Ik kom in vrede. Ik kom echt in vrede, meneer. Echt hoor. Ik maak geen grappie. Waarom heb ik je nou moeten slopen? Dat wilde ik helemaal niet. Ik vond jou vrij aardig. Nou ja, jij moest je gedragen als de verschrikkelijke sneeuwman. Ja, dan kan ik er ook niks meer aan doen, hè. Dan pik ik gewoon je star. Ja, dat... Als het dan zo moet, dan moet het maar zo, hè. En dit is alweer star nummer 27, jongens. Laten we die 28e ster ook nog even pakken. Daarvoor moeten we naar Freeze Flames Blistering Core. Oftewel, naar de kern van deze planeet. Oh, oké, dit ziet er helemaal niet meer ijzig uit. Het ziet er juist heel vurig uit. Het is een verraderlijke planeet, dit. Aan de ene kant superveel ijs. En aan de andere kant gewoon allemaal vuur, joh. Wat de hekkie. Oké, de tweede stukje is hier. Derde stukje is ook nog wel redelijk in de buurt. Namelijk hier. Toen we nog twee stukjes zien te vinden. En natuurlijk even dit muntje pakken. Oh, kijk. Dit is weer een liedje of zo. Oh nee, dit zijn gewoon allemaal starbits. Als het een liedje was, dan waren het muzieknootjes natuurlijk. Zou het kunnen zijn dat we deze starbits nu al op moeten sparen. Omdat we straks weer een itempie kunnen kopen. Dat zou zomaar kunnen. Hier is nummertje 5. En dan kunnen we weer naar de bovenkant hier. En dan pakken we weer zo'n ding. Even kijken hoe we dit ook weer gaan doen. Gaan we onszelf naar deze schieten. En dan hoppakee.
Naar de vuurplaneet. Oh, snap. Ja, ik wil niet graag in die lava. Ik heb het echt een beetje warm hier, jongens. Lijkt net mijn zolderkamer in de zomer met 50 graden. Let's go. Wat gaan we hier allemaal beleven dan? Deze rollen gewoon naar mij toe of zo? Ja. Niet of zo. Die rollen inderdaad gewoon naar me toe. Oh, maar ze rollen ook gewoon in de lava. Dus dat is top. Oké, we gaan hier naartoe. Eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Deze kunnen we kapot maken. Kunnen we die ook slopen? Nee, we kunnen niks tegen die zeeegels doen. Althans, zeeegels, het zijn meer vuuregels of zo. Kunnen ze wel ergens in lokken, denk ik. Ah, kijk eens wat hier verstopt zit. Hier hou ik van, jongens. Moet ik hierin? Ja, ik kan hierin. Top. Kunnen we dus... Oh, wow, 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 wow. Waarom doe ik dat? Spring maar gewoon even die kant op, Mario. Heel goed. Gaan we hier naartoe en hier naartoe. En dan gaan we hier naartoe. Pakken we deze star bits. En dan zijn we hier. Geen idee wat ik hier moet doen. Waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk namelijk dat ik dat ding aan moet steken. Die kandelaar. Ah, kijk eens. Daar is die eindelijk, jongens. We zijn echt al best wel ver in de game. En eindelijk vinden we hier de vuurbloem. Dat is vet. We hebben eindelijk de vuurbloem power-up. Yes. Yes, dit voelt zo goed. We kunnen... Oh, we kunnen zelfs die vuurdingen verbranden. Die vuuregels. Lekker. Kijk, en inderdaad... Nu we die vuurkorf aanzetten met vuur, kunnen we ook gewoon even doorlopen. Hallo. Hallo vuurdingetjes. Alsjeblieft. Cadeautje van Mario. Oh, ik moet even een nieuwe halen volgens mij. Hoppakee, nog een keer vuurbloempie. Nu schieten we even op deze korfies. Op deze. En deze moet ook aan. Maak ik even dat ding kapot. Gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. Hoppakee. Heerlijk, al die starbits. Wat zou hierin zitten? Nog meer starbits. Lekker hoor. Nou, we hebben een trappetje gemaakt. Kunnen we hier naar boven? Yes, yes, yes. En nu? Oké, de zwaartekracht verandert weer. Waarschijnlijk als we hierop springen, begint dit ding ook te bewegen. Ja, dat dacht ik al. Gewoon een kwestie van doorlopen. Gewoon doorlopen, dan is er geen enkel probleempje. Pak de vuurbloem! Want vuurbloemen zijn super awesome. Komen er zeker de hele tijd van die dingen bij hier. Ja, kijk, inderdaad. Die worden gewoon rechtstreeks daaruit geplampt. Nu moet ik daar een vuurbloemetje op gooien. Ja, nice. Misschien aan de andere kant ook nog één. Ja, hier nog één. En ja, kijk, dat was hem. The gates are open. Nice. Oh, dan kunnen we lekker daar omhoog springen, denk ik. Woehoe. Nice, nice, nice. Lekker. En toen? Wat ging er toen gebeuren? Nog meer jumpstukjes. Ja, ga maar door. Ga maar door. Kom maar. Oh, oh, oh. Oké, okay, hier moeten we even geduld hebben. Ja. Top. Lekker. En door. Ja. En dan kunnen we hierop springen. Toppie. Dan moeten we weer richting de vuurbloem. Eerst even kijken wat er in dit kistje zit. Nice. Waarschijnlijk moeten we hier op een platformpje springen zo. Let's go. Let's go. Oeh. Ja, dit gaat net goed. Schiet hem kapot. Schiet hem kapot, dat irritante ding. Auw. Pak hem, Mario. Ik ben nu zat. Heel goed. Dan maar zo. Oké, okay, guys. We got the vuurbloem. Moeten we even snel hier naartoe rennen? Ja, 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 ja. Oké, okay, wachten op een platformpie. Moeten we nu een paar keer gaan schieten. Top, 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 denk ik. Niet top. Ah, we hebben er eentje gemist. Dat is jammer. Dan doen we het gewoon nog een keer. Oké, okay, nu moet het lukken. Oh, slechte timing. Ja, nee, we hebben hem wel. Nice, we hebben hem wel. En hopelijk komt er nu ook een bruggetje, want anders kunnen we alsnog die star niet gaan pakken. Ja, kijk, top. Oh, 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 oh. Die vond ik echt gemeen. Maar wat wel eerlijk is, is dat we hierop kunnen springen en dan hierop kunnen springen. En dan is het... Hoppakee. De volgende star hebben we weer binnen. Lekker. En zo hebben we in deze aflevering toch weer even 3 sterren gepakt. In 3 verschillende type werelden. Ik bedoel, die laatste 2 waren in dezelfde wereld. Maar het zag er heel anders uit. Want de ene was ijs en de andere was vuur. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan ben ik gewoon morgen weer terug met een nieuwe Mario Galaxy video. Mazzel.